Goedendag en welkom bij deze nieuwe 30 daagse weersverwachting. Ja, het is nu echt wel herfst weer in optima forma. Heel veel bewolking, wel weinig neerslag, maar dus ook wel die wat lagere temperaturen. En dan is soms een winterjas zelfs al wel aan te raden. En dat was vorig jaar, eind november toch ook al wel het geval. Toen waren we dit soort plaatjes gewend, want er trokken toen zelfs enkele winterse buien over met de eerste winterse perikelen. Je hebt het inmiddels natuurlijk al wel gehoord. Raymond heeft het er al een tijdje geleden over gehad. Onze winterverwachting die gaat er aankomen. Op zondag 24 november om 4 uur zetten we hem dan live. En we zijn dan ook live in de chat aanwezig. Dus als je er dan ook live bij bent, kun je zelf je vragen stellen. En dan kunnen wij ze ook voor je gaan beantwoorden. Gaan we het dus samen doen met Daniela, met Raymond. Mezelf, uiteraard, en ook met Jeroen Elferink. En dan gaan wij allerlei facetten langs die een winterverwachting mogelijk maken. En hopelijk ook een antwoord te kunnen geven op die vraag: wat voor winter we gaan krijgen. Nou goed, in deze 30-daagse verwachting gaan we natuurlijk ietsje. Een keer minder kijken naar de wat langere termijn, maar naar de iets kortere termijn de komende paar weken. Wat alsnog natuurlijk de nodige onzekerheid met zich meebrengt. Maar er zijn al wel wat interessante ontwikkelingen gaande. Wat betreft winterse perikelen. Persoonlijk is de winter ook mijn favoriete seizoen. Laat ook even in de comments weten wat jouw favoriete seizoen is. Dus van mij mag het wel gaan winteren. Maar of dat ook gaat gebeuren de komende weken, daar gaan we nu naar kijken. Het Europese weermodel laat in ieder geval nu dat hoge drukgebied zien, waardoor we te maken hebben met vrij rustig weer. Soms ook wel wat lagere temperaturen en die mist. En de komende tijd verandert dat in eerste instantie nog weinig. Maar pas vanaf de nieuwe week dan zien we dat er toch wel een noordelijke stroming op gang komt met de aanvoer van enkele buien. De bovenluchten zijn nog niet heel erg koud, dus ik verwacht daar nog geen winterse toestanden bij. Uiteindelijk zien we wel dat die hoge druk zich uitspreidt ten westen van groot-Brittannië tot boven Scandinavië, door bij ons uiteindelijk in de loop van volgende week de stroming wat meer oostelijk gaat worden, en dan kan het toch wel eventjes gaan afkoelen. Dat zien we ook heel erg goed terug in de bovenluchttemperaturen. Op dit moment nog temperaturen op hoogte boven nul, maar dat gaat wel veranderen. Zeker vanaf de nieuwe week duikt die temperatuur op hoogte onder nul, leeft aan de grond overigens nog niet echt hele lage temperaturen op. Maar als die stroming wat meer richting het oosten gaat draaien in de loop van de week, dan kan dat misschien in de nachten ook wel weer wat vorst gaan opleveren. Het meest interessante weer bevindt zich echter nog iets verderop in de termijn. We zien het hier al gebeuren. Ten noordwesten zakt een trog uit en daarin bevindt zich hele koude lucht. Een rug bouwt zich op boven het Atlantische Oceaan. En ten oosten daarvan vormt zich een soort glijbaan met die koude lucht die richting Nederland komt en boven dat nog relatief warme zeewater wat nu natuurlijk ook nog steeds aan het afkoelen is, zou dat zomaar eens de eerste winterse buien kunnen gaan opleveren. En zeker voor de gebergtes in Europa, onder andere de Alpen, maar ook de wat lagere delen zoals de Ardennen en Winterberg. Ja, daarvoor wordt het toch eigenlijk wel spannend, want het zou wel de eerste serieuze sneeuwval kunnen gaan opleveren van november. Nou, het Europese weermodel is dus best wel positief. En in het GFS-weermodel, het Amerikaanse weermodel, zien we ook wel waar we dat aan te danken hebben. Een hele meanderende straalstroom. Normaal is die strak gericht op Nederland, maar nu zien we dat die heel erg golft. Hoge drukgebieden wisselen zich af met lage drukgebieden. En we zien dat van een sterke straalstroom dan ook geen sprake is. En dan kunnen er dus ook gemakkelijker van die koude uitbraken gaan plaatsvinden. Dat gebeurt al wel wat verderop richting het oosten van Europa. Bij ons is dat natuurlijk nog altijd maar de vraag met die warme Atlantische Oceaan ten westen van ons. Maar goed, het levert mogelijk wel wat betere papieren op voor mogelijk wat winterse prikkelen. Nou, hoe ziet dat er dan uit in de luchtdrukafwijking? Die hebben we natuurlijk elke week erbij. Dan zien we in de week van 11 november tot 18 november duidelijk die hogere luchtdruk dan normaal, net ten noordwesten van ons. Lagere luchtdruk juist ten uh, zuiden van ons. Met daartussenin dus die oostelijke stroming, waardoor dus daar die wat koudere lucht wordt aangevoerd. En dat zien we ook goed terug hier op die temperatuurafwijking. Temperaturen zo'n 0 tot 1 graad onder normaal. Overdag betekent dat waarschijnlijk temperaturen van slechts 5 of 6 graden in de nacht. Misschien wel kans op lichte vorst, de mist het op gaat klaren. Want daar hebben we natuurlijk nu ook vaak mee te maken met die bewolking of mist. Waardoor het toch niet heel erg kan afkoelen in de nachten. Duidelijk warmer dan gemiddeld nog in Scandinavië. En ook iets verder in het oosten van Europa toch wat kouder weer dan gemiddeld. Nou, door die hoge drukinvloed hoeven we ook geen natte toestanden te verwachten bij ons. Neerslaghoeveelheden rond de normaal af en toe een bui of wat motregen, maar geen grote neerslaghoeveelheden. Die zijn dan waarschijnlijk wel weggelegd voor het Middellandse zeegebied. Daar gaat dat lage drukgebied een beetje rondtollen. Kan daar mogelijk ook wel weer veel neerslag gaan opleveren? We hebben natuurlijk een paar weken geleden dat gezien in Spanje. Die enorme neerslaghoeveelheden lokaal viel wel meer dan 800 mm neerslag. Dat is meer dan de jaren 2021, 2022 en 2023 gecombineerd op die plaats. Bijna niet voor te stellen. Of het echt zo erg gaat worden, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dan moet het wel heel extreem zijn. Maar in ieder geval wel natte omstandigheden in het Middellandse zeegebied. In de pluim zien we die temperatuurdaling in die week van 11 november tot 18 november nu ook echt wel duidelijk terug. In het weekend, komend weekend, bij ons nog wel weer temperaturen richting een graad of 10 of 11. En ook op maandag en dinsdag is dat nog het geval. Daarna gaat die stroom dus meer richting het oosten kantelen. En dan komen we overdag maar met moeite op die 5 graden uit. Er zijn er ook weer wat oplossingen die gaan voor vorst in de nacht. Er is natuurlijk nog wel de enige onzekerheid, en dat zien we hier ook wel goed terug. Maar de trend is wel dat die week van 11 november tot 18 november wat kouder gaat verlopen dan gemiddeld. Door hoge drukinvloeden zien we dus ook dat die woensdag, donderdag en vrijdag vrij droog zijn. Maandag en dinsdag, dus wel die toenemende kans op neerslag door tijdelijk die noordelijke aanvoer. Maar op wat langere termijn komen die neerslagkansen er toch wel weer in. Misschien dus wel door die noordwestcirculatie. Ja, en die zien we hier ook goed terug. In die week van 18 november tot 25 november. Eigenlijk voor het eerst dat ik zo'n positieve luchtdrukafwijking zie boven de Atlantische Oceaan, die zich helemaal reikt tot boven Groenland en IJsland. En dat betekent bij ons een noordelijke aanvoer, want we zien hier lagere terug dan gemiddeld en daarmee wordt dus ook beduidend koudere lucht aangevoerd. En dat is toch echt wel een smullen voor de winterliefhebbers, zeker als dit misschien twee maanden later was gebeurd, dan was er natuurlijk veel meer kou voorraden geweest. Nu zitten we net een beetje op de rand, dus of het ook echt winterweer gaat opleveren, dat is nog even afwachten. Maar kouder weer dan gemiddeld met misschien af en toe wel winterse buien, dat zit zeker wel in de mogelijkheden. En zoals ik net ook al zei, delen van de Alpen, maar ook andere gebergtes in Europa, ja, daar zien de papieren er echt wel nog een stukje beter uit. Met die noordwestelijke aanvoer, met een lange aanvoer ook boven de Noordzee, kan er ook veel vocht worden opgepakt. Nog een groot temperatuurverschil tussen het zeewater en die bovenluchten en dat levert dus mogelijk een buientrein op tot boven Nederland. Het ligt er een beetje aan. Mocht dat midden in de nacht gebeuren en die bovenluchten zijn koud genoeg, dan kan het zomaar zijn dat daar wat hagel of misschien zelfs wel natte sneeuw bij gaat zitten. En dan kan het dus echt wel even winters gaan aanvoelen in die week van 18 november tot 25 november. Dan gaan we nog een weekje verder. Want kan zich dat winterse weerbeeld dan gaan voortzetten? Nou, daar lijkt het op dit moment toch niet op. Lage luchtdruk. Ten noorden van ons en hoge luchtdruk ten zuiden. En dan weet je het eigenlijk wel in dit jaar getijden. Dan hebben wij te maken met een zuidwestelijke aanvoer. En dat betekent warmer weer dan gemiddeld in die week van 25 november tot 2 december. Zo'n 1 tot 3 graden boven normaal. Vorst hoeven we dan niet te verwachten. Misschien soms ook wel veel wind. En ook weer meer neerslag dan gemiddeld. Want die lage drukgebieden worden dan weer aangevoerd. Trekken vaak net ten noorden van ons langs. Met een afwisseling dus van regenachtige dagen. Af en toe wel weer een droge dag. Maar winterse omstandigheden, daar is dan absoluut geen sprake meer van. Dan sla ik nog even een week over. Want dan zien we eigenlijk hetzelfde weerbeeld als in die laatste week van november. Hoverwege december zitten we dan al inmiddels. Zien we dan blauwe kleuren? Nee, toch ook niet. Temperaturen zo'n 0 tot 1 graden boven normaal. Een hele grote afwijking is het dus niet. Dus het is op dit moment nog een beetje een munt die twee kanten op gaan, kan gaan vallen. Dus dat is nog even afwachten in die middelste week van december. Nou, dan vind ik het ook altijd nog wel even fijn om de weerregimes erbij te pakken. Die laten ons goed zien met wat voor luchtdrukpatroon we te maken hebben. En op dit moment is dat duidelijk een geblokkeerd patroon. Heel veel hoge luchtdruk, daardoor bij ons dus ook soms mistige omstandigheden. Wel erg rustig weer en weinig wind. Dan zien we heel duidelijk in die week van 17 tot 23 november de ATR, de Atlantic Ridge. Die Atlantische rug die zich dan gaat opbouwen. Waarschijnlijk boven de Atlantische Oceaan. Waardoor bij ons die stroming dus uit het noordwesten gaat komen. Met mogelijk wat kouder weer en eventueel winterse buien. Daarna, dat zagen we net ook goed terug in die luchtdrukafwijking, een NAO-plus situatie. Dat betekent lage luchtdruk, lage luchtdruk die vanuit het westen het terrein gaat winnen. Die lage luchtdruk gaat dus ook zorgen voor meer neerslag dan gemiddeld en vaak ook veel meer wind. Maar dan toch op nog wat langere termijn krijgt het geblokkeerde patroon toch weer wat meer ondersteuning. En een geblokkeerd patroon kan in de winter bij ons mogelijk wel weer koude weer gaan opleveren. Maar daarvan is dus wel van belang waar die zich gaat positioneren. Is dat net boven ons? Is dat boven Scandinavië? Dan kan dat bij ons natuurlijk koudere lucht vanuit het oosten gaan brengen. Dat is afwachten. Maar de signalen zijn helemaal niet hopeloos te noemen voor de winterliefhebbers in de loop van december. En als ik daar dan ook nog even bij pak, de zonale winden. Dit gebeurt op hele grote hoogte in de stratosfeer. Daar bevindt zich de polenvortex. Zeker in de winter is die erg krachtig en zorgt bij ons eigenlijk vaak voor westenwinden. Het is een groot lage drukgebied. En je zou eigenlijk willen dat die verstoord wordt, willen wij winterweer in ons land gaan krijgen? Nou, op dit moment zien we positieve waarden. En positieve waarden betekent westenwinden. Dus dat is niet positief voor winterweer. Op dit moment is dat ook nog steeds het geval. Tot een aantal dagen geleden waren er eigenlijk geen opties die onder de nullijn gingen, maar op dit moment gebeurt dat toch wel steeds vaker. Steeds meer opties die komen met een zogenaamde SSW, een Sudden Stratospheric Warming. Dat betekent dat de wind in plaats van west mogelijk oost kan worden, mocht dit doorgaan zakken naar de lagere luchtlagen in onze atmosfeer. Dit is een trend die nu gaande is, nog steeds verder. De meeste opties die, die gewoon nog wel gaan voor die westenwinden. Maar de trend is wel dat er steeds meer opties komen met zo'n mogelijke SSW. Dus dat houden wij ook in de gaten. Daar komen we ook wel echt op terug in onze winterverwachting. Maar het is nog even afwachten wat dat bij ons gaat doen. Samengevat, het wordt een interessante periode in november. Met veel afwisseling. Nu dus die mistige omstandigheden. Maar mogelijk in die week van 18 tot 25 november een noordweststroming. Met wat kouder weer. En dan mogelijk ook de eerste winterse buien. Wel dus afhankelijk hoe koud die bovenlucht precies gaat zijn. Richting december wordt het erg onzeker. Het lijkt in ieder geval tijdelijk wat zachter te worden. Maar op langere termijn zijn er misschien wel weer wat hoopgevende signalen voor winterweer. Tot de volgende keer en vergeet ook niet te abonneren, zeker voor onze winterverwachting.